waanzinnig goede filmmakers en we hebben er wel een aantal rondlopen. En nu vind ik gewoon heel interessant om mee te babbelen. En dat zijn toevallig ook mensen die en heel intelligent zijn en heel eloquent. Dus die coaches die mij geven zijn dan altijd super interessant. Maar die, ja, waar ik ook heel veel respect voor heb. En dat is gewoon een vreugd dan, om daar dan interviews van af te nemen, montages van te maken voor mijn verslaggeving dan, voor de VRT. Ja, ik vind dat gewoon, ik vind dat tof en ik vind het ook belangrijk, zeker voor de openbare omroep, dat de focus ligt eerst op de kunst van het cinema, meer dan over de glamour van het cinema of zo. Dat komt er uiteraard bij kijken en we staan er nu in de context van dat filmfestival en glamour is daar zeker deel van. Maar die mensen die ik net heb opgezond, voor hen is de kunst het belangrijkste en dat vind ik, dat moet inderdaad primeren. Ik denk dat we veel te lang met u kunnen interviewen. Dus dat we dat en ik moet nu zelf gaan interviewen, dus voilà. Ja, voilà. Dat is heel graag gedaan, Rob. Veel succes nog. Dank u.